ja, als je kijkt hoe dat we met 10 gespeeld hebben, denk ik dat we toch enkele mooie combinaties en kansen gecreëerd hebben. Maar je weet dat je hier een beetje geluk moet hebben natuurlijk om dan dat coach te maken. En dat hebben we jammer genoeg niet gedaan. First 30 minutes, when we don't get the goal, it was good. We play, we have 2-3 chance and if we score that, it will be so... Yes, it will be not the same game like this. Het is natuurlijk jammer dat wij die rode kaart krijgen, terwijl dat club Henen krijgt. Oké, het is een van de laatste minuten, maar als je kijkt naar de fase, het is bijna heel hetzelfde, dus het is jammer. It was not so frustrating. I thought for myself, it's just football life and nothing else. Work hard to be back on the field and. Hier en ik told I will do hard work and do everything for the team. Ja, Antti is belangrijk voor ons, dus we zijn natuurlijk blij dat hij terug is en hopelijk blijft hij ook fit, want we gaan nog veel aan hem, denk ik. I'm so happy. Will be strange feeling, you know, it's first game, but hopefully I'm here and in the next games I will do everything for the team and give the best. Vandaag ook waren er toch een groot aantal aanwezig en natuurlijk heeft dat een extra push op het veld en hopelijk blijven ze zo met zoveel aanwezig, want dat helpt ons wel. Fans, hopelijk zijn jullie volgende week ook weer met veel aanwezig, want dat heeft ons een enorme push.